De stichting Seranang Buru onder leiding van Erik Rijsdijk heeft vandaag de komst van de eerste Nederlandse boeren herdacht. De herdenking vond plaats in Groningen, Saramaca. Er werd een krans gelegd bij het monument voor het commissariaat. Verder is stilgestaan bij 172 jaar terug, toen 384 boeren vanuit Nederland vertrokken met de hoop op een beter bestaan. In zijn toespraak ging Rijsdijk terug in de geschiedenis en noemde enkele klinkende namen van deze groep boeren. Deze herdenking op 20 juli 2017 is met de honden op de achtergrond. 172 jaar na de rampzalig verlopen aankomst van de Nederlandse boerenfamilies. 384 mensen ontscheept in de modder van voorzorg hier tegenover Groningen. 9 hutten die er ter beschikking stonden. Geen eten, geen medicijnen, geen drinkwater, geen akkers, geen vee, geen onderkomen. Niks wat beloofd was, was gerealiseerd. Ze waren slechte tijden gewend in het Nederland van midden 19e eeuw, maar ze hadden gehoopt op beter. Het Nederlandse gouvernement heeft de belangen van onder andere de slavenhouders zwaarder laten wegen dan de levens en toekomst van hardwerkende boeren. Blanken die handenarbeid verrichten was immers een gevaar voor hen die tot slaafgemaakte onderdrukte en misbruikte, dus moesten de boeren ver weg buiten Paramaribo. 2 weken na aankomst heerste er een epidemie die in 6 maanden tijd aan 184 van hen het leven kostte. In 2012 werd ontdekt dat ze op de nu algemene begraafplaats begraven liggen. Uit deze groep mensen, Verhavenswaaij bijvoorbeeld, Verhavenswaaij was minister van planning, Ricardo. Daar hebben we Verhavenswaaij van SCMC, we hebben Van Dijk, die was directeur van de Belastingdienst. We hebben de Stolken, die met de Van Dijk die pickfarm hebben, Suriname pickfarm. Rossignol, Van Brussels, Rijsdijks, dat zijn een beetje de namen. Natuurlijk de Sloten, niet Sloten, maar Sloot. Ik zit even te zoeken snel, maar de Gummels inderdaad. Gummels is oorspronkelijk op een van de plantages administrateur geweest en is later dan in de hele boerengemeenschap opgegaan. Veldhuizen, er zijn een aantal namen die bekend zijn in Suriname. De stichting hoopt dat de DC van Saramaca, Lakshmi Narayan Dubey, toestemming geeft om een gedenkplaat te plaatsen op de algemene begraafplaats van Groningen. Daarop zullen de namen staan van de mensen die onder erbarmelijke omstandigheden werden achtergelaten door het Nederlandse gouvernement. DC Dubey stond stil bij een belangrijk deel van de historie van het district. Maar de nazaten zijn er en zij zetten het werk voort. En u ziet dus dat er vandaag de dag klinkende namen zijn in de Surinaamse maatschappij, waar deze kinderen van die mensen van toen het heel ver hebben geschopt, vooral in de ondernemingswereld. Bij deze wil ik de totale Surinaamse bevolking, maar ze zeker dat deel van de Hollandse boeren, de nazaten, wil ik vandaag verenigd zeker in een stichting Seranang Buru. Wil ik vandaag heel veel zegen toewensen. En datgene wat er is gezegd over dat gedenkplaat op de algemene begraafplaats van Groningen. Zolang ik hier ben, mag u weten, voorzitter, dat wij gezamenlijk, schouder aan schouder, er naartoe zullen werken. Om laat mij het ruim nemen om volgend jaar die onthulling daar op de begraafplaats te hebben. Dat beloof ik u. Ik ben niet iemand die dingen belooft, maar dat gedeelte beloof ik u en het komt uit mijn hart. DC Lakshmi Narayan Dubey van Saramaca vandaag bij de herdenking van de komst van de eerste Nederlandse boeren 172 jaar terug. De burgervader is ervan overtuigd dat dit deel van de historie een grote bijdrage kan leveren in de toerismesector.